allemaal. Ik ga jullie vandaag iets vertellen over de klok in het Spaans. La hora. En om te vragen van hoe laat is het, vragen we altijd ¿qué hora es? Nou, het verschil met het Nederlands en het Spaans is dat de Spaanse klok is in tweeën opgesplitst. Dus we hebben de klok en we hebben twee half uren. Dus de linkerhelft en de rechterhelft. En wij doen het in vieren. Wij zeggen 1:15, 1:30, 2:15 enzovoort. Een Spanjaard niet, die gaat uit van het hele uur. Je kijkt de helft van de klok. Rechts staat daar de grote wijzer. Dan tellen we daar de minuten bij op. Dus bijvoorbeeld het is 1 uur. Es la una. 1:05. Es la una y 5. En 5. En 5 minuten. 10:01. Es la una y 10. En 10 minuten. 1:15. Es la una y 1/4. En een kwartier. En nu komt het verschil. We zeggen niet 1:50. Nee, we zeggen es la una y 20. En 20 minuten. Dan doen we ook met 1:55. Es la una y 25. Tot en met een half. Dus het is 1:30. Gaan we nog steeds uit van dat hele uur. Es la una y media. Nou, de andere kant staat dus de grote wijzer aan de linkerkant van de klok, van de cirkel. Dan gaan we kijken welk uur gaat het worden en dan halen we de minuten van af. Dus als het 1:55 is, zeggen we, als ik het in het Nederlands vertaal, het is 2 uur, min 25 minuten. In het Spaans, son las dos menos 25. Het is 1:50. We kijken, het is 2 uur min 20 minuten. Dus son las dos menos 20. 1:15, weer hetzelfde. Het is 2 uur min een kwartier. Son las dos menos 1/4. 2:10. Son las dos menos 10. 2:05. Son las dos menos 5. Dus 2 helften. 1/2. Tel je de minuten erbij op. En staat de grote wijzer aan de linkerkant, haal je de minuten ermee af. Kort stukje van Laura en Español.